kwaad. Showroom 7783. Uit de vele verzoeken een briefkaart uit Spierdijk. Ondergetekende wil graag het showroom-onderwerp nog eens zien van wijlen Johannes Arnoldus Rapies. Beeldend kunstenaar en dichter is 90 jaar geworden. Vandaag zullen we aan uw verzoek voldoen, meneer Bauma. En ook aan het verzoek van M.P. van der Hoop in Hilversum. Die vraagt naar de oude vrouw met het grote aantal katten in Scheveningen. Ik wilde graag Jan Koller, de scheve slaper, nog een keer zien. Schrijft B.J. Sauerbrei uit Amstelhoek. Ergens aan de Amstel woonde Jan Koller, helemaal alleen in zijn huisje. Want hij beweerde principieel vrijgezel te zijn. Zijn hele leven was hij zadelmaker. En op zijn oude dag rommelde hij er nog wat bij. Zo. Juist. Mogen we binnenkomen? Ja. Oh, is dit het hele spul? Allemaal tv. Juist. Ik had je niet verwacht. Het is later, dat is half elf. Maar je bent toch gekomen. Juist. Zo. Dus jullie zijn al bezig nou? Ja, we zijn meteen weer begonnen, hè? Oh ja. Hoe is het met u? Ja, het gaat goed. Ja, ik heb het al een beetje goed gezet, maar ik ben er nog niet helemaal mee klaar. U heeft het al een beetje opgeruimd? Ja, kijk het voorkleed en zo, dat je op straat achter je. Dat heb ik ook allemaal zo'n beetje al vernieuwd. Ja. Maar het is allemaal oud spul, hè? Ja. Dus zo doen. Een leuk paardje heeft u daar staan. Nou, oh, vind je het wel mooi, zo'n paardje? Dat heeft u gekocht, omdat het een paard was. Omdat het een paard was, ja. Ik denk dat is een mooi dingetje voor mij. Als versiering in het huisje? Ook voor versiering. Het is een beetje gezelligheid. Een bloem die gaat toch meestal dood, want dan is het warm en dan ben je weer niet thuis. Dan is het weer heel koud. En zo, dan gaat zo'n bloem dood. Dus bloemen kan je wel hebben, maar dan moeten ze van papier zijn. Zo doen we. Waar kookt u nou op? Dat is een elektrische plaat. Daar kook ik op. En is dit uw bed? Dit is mijn bed, dat hou ik zo. Want als ik nou droom of wat ook, dan kan ik de dekens niet weggooien. Dan heb ik het altijd zo staan. Oh, dus u klapt het niet naar beneden? Niet naar beneden, nee. Waarom niet? Dan kennen de dekens, die kennen nergens heen. Ik zit rondom in de dekens, ik sluit mijn eigen er helemaal in. Als ik werkelijk wil slapen, dan sluit ik mijn eigen helemaal in de dekens. Dus u gaat helemaal in die punt liggen hier? Ja. Zo slapen. Waarom? Is dat voor de ruimte ook, of alleen voor de kou? Dat is voor de kou. Ik redeneer het anders als die boer. Ik had een Hendrik Verschuijt, die was 83 en die ging met de huishouders te trouwen. Voor de derde keer trouwde hij. Ik zeg, waar doe je het voor? Ik zeg, zo'n hoge leeftijd. Toen zei hij, als je maar warm leidt, zegt hij. Ja, maar ik zeg, dan kan je beter een elektrische deken kopen. Maar, nou, je zegt, dan krijg je brand in je bed, zegt hij. Dat is niks waard. Ja. Zie, maar nou heb ik geen elektrische deken ook nodig. Dan heb ik ook geen brand in mijn bed. Dat heb het, ik heb het alles gehad, brand in mijn bed, met elektrische deken. Waar stonden mijn dekens in de brand? Mijn voeten die begonnen te branden. En ik eruit. En die wollen dekens die branden niet. Die geven geen vlam, maar ontzaggelijk veel rook ontwikkelen ze. En toen, wat bent u toen gaan doen? Bent u gauw oud gegaan? Ik heb het elektra natuurlijk direct afgezet. Ja. En toen heb ik het vuur allemaal in een pan geraapt. En ja, die dekens die half verbrand waren, die heb ik maar weggegooid. Maar dat was, ik brandde mijn voeten, dus ik werd vanzelf wakker. Ja. Zo gauw als dat pijn gaat doen, dan vlieg je eruit. Ja. Zie.
Zou u liever in een heel keurig huisje willen wonen? Daar zeg je natuurlijk wat. Als ik in een huisje woon, dan kost me dat bijvoorbeeld 200 of 300 gulden in de maand. We zullen het niet hoog nemen. Maar in Meidrecht heb je de huizen al van 435 in de maand. Maar ik kon een huis krijgen toen voor 240 in de maand. Maar ik zeg, dat kan ik niet doen. Ik zeg, want dan heb ik niks meer aan mijn land. U blijft omdat dit land van u is? Dit land heb ik gekocht en dat heb ik gekocht niet voor de handel, maar om erop te wonen. Nou, en dan zit ik natuurlijk tussen de mensen in en dan zit ik zonder land. Nou heb ik een geitje en ik heb een knijntje en... Je hebt veel meer ruimte. Als mijn huis te vol wordt van oude rommel, dan draag ik het in de schuur. En als ik in een deftig huis woon, nou, dan trek je 's morgens je zondagse pak aan en dan sta je daar. En als je dan, zou ik maar zeggen, geen verkering krijgt, dan loop je er goed doorheen. Want meestal kom je een juffrouw tegen en dan begin je daar weer mee. Ja. En die zei dan, we gaan ook eens in Noorwegen kijken en in Limburg en zo en zo. Dan krijg je een heel ander leven. De vrouw is de wegwijzer van de man. Dus dan ga je bijvoorbeeld misschien naar 2 of 3 landen gelijk op 1 dag. Ja. En dat wilt u niet? Nee, ik voel me eigen juist thuis als ik thuis ben. En die vrouw die regelt dat allemaal heel anders. Ja, dat is een vrouw. Zie je? Die vrouw die regelt alles. Behalve het treinkaartje, dat moet jij betalen. Een tramkaartje en het vliegbrievet. Dan is ze er niet een haantje de eerste mee. Zie, daar is de goochel mee. Zie je? Jan Koller is een principieel fietser. Je heeft altijd de helm erbij op? De helm die heb ik er ook bij opgezet, want dat vond ik wel veel warmer. Omdat ik wel eens hoofdpijn kreeg van de kou in het laatst. En dan met die helm, want dat hebben jullie allemaal, met je blote hoofd, dan krijg je straks als je ouder wordt, dan moet je weer de helm opzetten. Want de helm zit zoveel warmer. Oh, ze heeft het dus voor de warmte? Voor de warmte hoofdzakelijk. Maar ik ben ook wel eens een keer door zo'n rukwind, zou ik maar zeggen, op een prikkeldraad gevlogen. En toen had ik de helm op, toen heb ik mij gered met de helm eigenlijk. Zie maar, anders de helm, die is gevaarlijk wanneer je een klap van betekenis krijgt. En de helm die heb je dan op je hoofd, dan breek je je nek. En dan ben je toch ook dood. Ja, of helemaal dood, laat ik het zo zeggen. Ja, dus dan helpt de helm ook niet? Dan helpt de helm ook niet. U heeft er iets op geschilderd, hè? Ja, maar dat was al zo toen ik hem kreeg. Ik heb het er niet opgezet. Ik had liever een effe kleur, bijvoorbeeld effe wit of effe geel. Maar nou, dat is een soort... Dat moet voorstellen een soort doodskap, denk ik. Ja. Maar die krijgen we toch allemaal wel. Die hoef je niet te schilderen. Jenny! Goeiedag, Vark. Wat is het druk bij je? Ja, maar ik dacht, je komt niet meer. Ik dacht, je hebt een lekker band. Oh ja, dat hoeft eigenlijk niet hoor, maar het mag wel. Hoezeer ben je? U bent klant van meneer Koller? Ja. Zit je weer met de verdomde ding? Nee, maar wat je zei, dat wordt meteen gefilmd. Ja, dat mag. Juist. Ja, u ziet er allebei nog goed uit. Hoe oud bent u? Oud als mijn handen, maar niet in mijn tanden. Zegt u? Zo oud als mijn handen, maar niet als mijn tanden. Mijn oren en mijn neus zijn gelijk geboren. En nooit gehoord. Nee. Nou, ik hoop mij 79 voor. En u, meneer Koller? Ik ben ook 78. Nou, u bent allebei nog flink, hè? Zoals een kras, hè?
Komt dat ze zeggen wel eens dat oude mensen goed blijven als ze elke dag een borreltje nemen? Ja. Doet u dat? Als ik ga slapen, dan neem ik een slokje jonge jenever. Dat is misschien een suikerlepeltje vol, of misschien twee suikerlepeltjes vol, maar dan niet meer. En waarom doet u dat dan? Nou, dan krijg je geen vernauwing van de bloedvaten. Daar is het voor eigenlijk. En u? Ik neem er elk uit het een. Juist. Ik heb vernauwing in de bloedvaten. Oh, hij had al vernauwing. Hè? Ja. Eet u nog speciale dingen? Eten? Nou, in het eerst kreeg ik diarree. Toen zei de dokter tegen me, hij zei, je eet te vet. En toen ben ik daarmee uitgescheiden en toen ben ik over gaan stappen op eier. Iedere dag bijvoorbeeld een ei. En dan soms twee eieren 's morgens met een snijtje brood. En dat lijkt me het beste. En dan bijvoorbeeld tegen 6 uur dan twee aardappels met sla. En dan bijvoorbeeld een stukje unakworst bijvoorbeeld van 5 centimeter. Een stukje, ja. Dat is niet. En dan heb je ook een beetje kracht. Hoe je leidt om een vrouw te zoeken. Ja. Moet ze mooi zijn? Niet mooi zijn. Niet mooi? Nee, als je een mooie vrouw hebt, heb je nooit alleen. Want dan komt het nog meer op af. En u had nog iemand uit Meidrecht, die zei wel eens iets, hè? Over vrouwen. Oh ja, die ging trouwen en toen had hij een vrouw die was zo... Nou... Dat was een vrouw, dat leek wel een goudverzand. En toen hij er een tijd mee getrouwd was, toen bleek het dat het nog geen spray was. Maar hij zei, ik heb mijn eigen er altijd mee gered. Dus hij bleef er wel bij. Hm. Bij die spray. Ja. Heeft u wel eens een meisje gehad vroeger? Ja, maar het is kort aangeweest bij die ledenwarenfabriek en alle van de Rijn kreeg ik kennis aan een wedervrouw met 3 kinderen. Maar dan liet ik dan maar goed wassen en zo. En we kregen... Ja, de verkering die werd steeds heviger, maar ja. Op een goede keer zei ik tegen een familielid van die wedervrouw... Ik zeg, zeg maar tegen Geertje dat de verkering uit is, want dat offer is mijn te groot. Als je verkering krijgt en dan heel jong, dan wordt het anders. Dan ga je gauw trouwen. Want dan trap je erin en je... Als je vader en je moeder dan, maar dat kon ik niet. Maar als je vader en moeder er dan ook voor zijn, neemt die meid dan maar, trouwt dan maar. Als je zo graag wilt trouwen, nou, dan ben je erin gevallen. Dan ken je wel, zoals ze dat op de bruiloft zingen, van hij is met zijn gatje in het water gevallen, valt er al drie. Want dan ben je heel jong getrouwd en dan, ja... Dan moet je dat allemaal meemaken. Kinderen en opvoeden van kinderen enzovoorts enzovoorts. Naar het ziekenhuis en je vrouw of de kinderen die krijgen een ongelukje, maar weer naar het ziekenhuis enzovoorts. Dat is dat huwelijksleven. Zie, maar als je wat ouder... Maar kijk, dat kon ik niet. Ik kon niet jong trouwen, want mijn pa die lust een stevige borrel en wat nogal geld kostte. Nou, en dan moesten eigenlijk voor onze ouders werken. U had geen tijd om meisjes te ontmoeten. Wij konden niet, zou ik maar zeggen. En mijn moeder die zei dan, wow, dat is niks, dat is niks. Het was altijd niks. Als ik een meid had, dan was het niks. Want ze konden me niet missen. Dat hadden wij niet in het oog. Wij hadden er geen erg in, maar ze hielden vast. Werken maar en alles wat je verdiende gaf je af. Ja. Mijn moeder was ook op tegen. Ik was de laatste die de deur uitging. 'S Morgens, om 10 uur gingen we trouwen en 's morgens toen kwam ze me roepen. Ze zegt, Beb, zou je niet thuis blijven? Je hebt het hier bij mij toch ook goed?
wil ik best weten, schoot dat aan in mijn ogen. Maar wat zeg ik tegen je? Ik zeg, mensen, ik ga gewoon het hoofd neer komt te leggen. Daar sta ik alleen. En wat moet ik dan? Wat zei ze tegen u op uw trouwdag? Ja, dat is morgens. Dus ja. Als u had gezegd, het gaat niet door, dan had ze het goed gevonden? Zo, ja. Ja, er komt een tijd natuurlijk dat het leven weggaat, dat het afgelopen is. Ja, dat zeg ik zo meenemaal. Dan hebben ze wel eens de wereld vergaat, maar dat is niet waar. Hij vergaat voor ons. Ja, zo bekijk ik het ook. Ja. Jawel, wij gaan dood, dus die wereld is voor ons afgelopen. Ja. En de radio, die zei onlangs nog, de... Oh, die liegen dus vast. De gereformeerden, van de kerk van de gereformeerden, die geloven nog het meeste in het leven na de dood. Maar die andere godsdiensten, die geloven eigenlijk niet zoveel meer. Dat wordt steeds minder. Dat ze, dus dan geloven ze ook niet meer in de hemel. Nee. Want het leven na de dood, dan ga je naar de hemel toe. Ja. Zou u uw leven nog open willen doen? Ik wel, ja. Ja? Nee. U niet? Hij niet. Oh nee. Hij heeft meer meegemaakt, hè? Waarom niet? Ik heb er reuze van genoten. Toen ik vrij gezel was. Veel gedronken. Mag ik ook nog gerust eten. Dat je 3 miljoen in de week door het thuis kwam. Bij een heimachine. En later ben ik getrouwd en een gelukkig huwelijk gehad. Met 10 kinderen, dus dat is nog niet zo gek. En ik zou nooit meer terug willen. Waarom niet dan? Nou, je hebt het altijd net zien gehad. Wat moet je er nog meer verlangen? Uw vrouw is overleden? Ja, 5 jaar geleden. 6 jaar geleden. Men zat suiker. En van de suiker is je niet gestorven, hoor, maar van de hersenen. En u mist haar nog? Ja, dat doe je altijd. En hoe langer dat het is, hoe erger dat je haar mist. Als je nou elkaar weer tegenkwam, je vrouw, op je 18-jarige leeftijd, nam je weer deze vrouw die je nou gehad hebt? Ja, onheugel. Ja. Dus dat deed je dan weer, dat je je eigen vrouw weer nam? Dat is de eerste avond. Dat voor vind de beste. Ik mooi, hè? Dat vind ik mooi, hè? U zou uw leven wel over willen doen, hè? Ik zou mijn leven over willen doen. Anders? Ja. Ik zou ermee aan de gang willen blijven. Met overdoen. Zou u, als u het leven overdeed, het nou eens met een vrouw willen doen? Nou, dat vraag je wat. Dat is een hele vraag, ja. 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 Mevrouw Greet van den Burg ontfermt zich over zwerfkatten. In haar huis in Scheveningen herbergt ze er zo'n stuk of 40. Dat was mijn hondje. Hé, dat is mijn grote dikke vette hondje. Ach, zit je daar in een doosje? Hè? Moet je daar in een doosje zitten? Het is vandaag kijkdag voor jullie. Ja. En dan moet je die toch laten zien. Zo'n grote dikke vette hondje, dat is de allergrootste en de allerzwaarste. He? Allerliefste zeg ik niet, want ze zijn me allemaal even lief. Marie. Maria. Ja, heb ik ook nog niet zo lang. Misschien ook 2 jaar. Is je ook binnengebracht. Helemaal vermagerd. Vel op 4 poten. He? En toen ze nog bij me kwam, was ze dan nog in verwachting ook. Was ze komen aanlopen? Nee. We gewaarschuwd dat ze in de Hasselse straat liep. En toen nam ik haar op en zei ik, kom maar Marie, we gaan naar huis. Nou,
En zodoende hebben ze de naam van Marie gehouden. Miauw. Ik heb er ook een bij. Ze is ook van een Franse dame afgekomen. Die is in Frankrijk geweest. Daar had ze nog bezittingen. En dan had ik wel eens de kat een paar maanden aan pension. En die heette Pitsi Mitsi. Hoe? Pitsi Mitsi. Dat is ook iets Frans. Pitsi Mitsi. Waar haalt ze het vandaan? Miauw. Nora, je hebt al een suctong uit de mond. He? Of ze nou loopt of ligt of slaapt, ze zit altijd met haar tong uit de mond. Ik heb dat kleine zwartje daar dadelijk, zal je ook wel zien. Hè? Dan zeg ik ook altijd met haar tongetje uit zijn mond. Dat zegt iedereen, je hebt altijd zijn tongetje uit zijn mond en een traantje in zijn oog. Altijd, hè. Ontroerd gauw zeker? Ja, nou, dat beest heeft misschien ergens nog innerlijk verdriet voor wat hem aangedaan is. Hè? Als je bijna op punt geslagen bent of gestaan hebt om doodgeslagen te worden. Ik geloof dat dat toch wel is iets dat misschien in een dier zijn kop nog wel eens blijven zitten. Want daar is hij aan ontsnapt. Dit is de kattenkamer. Dit is de kattenkamer. Kan je praten? Ja. Ja, dit is de kattenkamer. Hier vindt u de restanten van de welvaart. Kijk, daar zit Cornelis bij de kast. Pakt u hem eens? Nee, ik kan die blazen niet pakken, want die is, ben ik altijd kwaad op. Die plast in de hoeken. Die gaat nooit op de bak. Hij bedoelt het wel goed, hè? Ga met de vier pootjes in de bak staan. Maar dat hoor ik niet, hè? Dus zodoende dat ik altijd zeg, ga je weg, hè? Maar ja, dan is het al gebeurd, meneer. Dus je moet altijd, iedere keer, die hele kamer uitweilen. Zeker die hoek, hè. Want als er één kat het doet, dan blijven ze daar blijven ze het doen. Waarom doet u hem niet weg dan? Nee, omdat vind ik zielig. Kijk, nee, moet je goed luisteren. Als een moeder een kind heeft wat niet zinnelijk is, hè, dan zet ze hem ook niet langs de straat. Hè. Miauw. 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 Hoeveel kosten die katten per dag? Gemiddeld alleen aan voedsel, dat is dan buiten het gas, licht, water en de dokter. Gemiddeld 35 tot 40 gulden per dag. Kunt u dat dan betalen? Tuurlijk kan ik betalen, hè? Want anders zou ik het niet kunnen doen. Maar van de eerste tot de laatste dag van de maand, hè, die heb ik uitgestippeld. Hè? En doordat ik ook nog kranten verzameld, lompen verzameld, hè, links en rechts nog wel eens wat krijg. Er is altijd iemand die voor me zorgt. En zou ik helemaal niks hebben, hè? Nou, dan ga ik nog met veters langs de deur lopen, hoor. Er is iets heel bijzonders met haar, hè? Ja, ze heeft een groen en een blauw oog. Maar dat is gewoon een toeval, dat is een speling van de natuur. U had klachten over het bedrijfsleven? Ja, kijk, moet u eens luisteren. Ik ben Nederlandse, dus ik heb Nederlands geld. Hè? En op elke gulden en op elk briefje van 10 of van 100 of van 1000, hè, daar staan beroemde Nederlandse voorgangers van ons. Hè? Dus ik kom niet met geld waar kattenkoppen op staan. Dus dan eis ik, hè, voor mijn brood en voor mijn vis en alles wat ik verder koop voor mijn dieren, hè, goede kwaliteit. Hè? Als ik bij de bakker kom, hè, en dan geef ik een hoop verbrande brood, dan zeg ik, ja, maar die moet ik niet hebben. Doen ze dat dan? Ja. Omdat ze weten dat het voor de kat is? Ja, meneer. En met vis gaat het precies hetzelfde. En er zijn dagen dat ik het al zie als ik mijn vis in de gootsteen gooi, denk ik wel, oh, weer een oud rotzootje. Maar er wordt altijd gezegd van, het is toch maar voor de katten. Met andere woorden, dat is toch goed genoeg voor de katten. Maar dieren hebben ook smaak. Ja. Zij vreet niet als ze oude vis hebben, hoor. Nee, dan neemt ze blik. Zegt ze, vreet dat zelf maar. Kijk, dat zijn allemaal dingen. Restanten van de welvaart, hè. Welvaartresten kan je noemen. Hè? Zoals de mensen vandaag aan de dag, hè, langs de straat een meubilair zetten. En kortom, wat bij de grofvrouw komt. En het is goed dat er geen wagen is die langskomt, hè, die de katten ophaalt, hè. Of een kraakwagen, zoals je dat noemen wil. Want anders stond de stoep ook misschien nog iedere maand vol met dieren die niet gewend zijn. Hè?
En we leven toch in een welvaartsstaat, hè? Vroeger, toen ik kind was en we hadden een of twee katten, hè, dan werd er niet zo met de dieren omgesprongen, hè, als tegenwoordig. Want een katje hoorde bij het gezin. En nu is een kat of een hond, hè, een statussymbool. En voor mij zijn alle dieren even mooi, hè? Wat is mooi? Mooi hangen aan de muur, hè? En mooi eet je van mooie borden, eet je ook, hè? Maar dat heb ik, daar hecht ik helemaal geen waarde aan. En de meeste mensen willen tegenwoordig een mooi dier hebben, hè? Ja, kijk. Van wie de vrouw had gehoord, dat weet ik niet. Maar plotseling kwam ze bij me aan de deur en toen zegt ze, mevrouw, ik wil geen witte kat. Ik zeg, maar waarvoor moet u dan speciaal een witte kat hebben? Toen zegt ze, nou mevrouw, ik zal openhartig met u spreken. Ze zegt, ik heb een bordeel. Ze zegt, en er zijn witte katten zo mooi, op roze kussens. Wat vindt u daarvan dan? Van mij zal ze nooit een kat krijgen. Waarom niet? Nee, want moet u goed luisteren. Waarvoor moet een witte kat op een roze kussen leggen, hè, om in haar vak of in haar beroep, hè, misschien de klanten daarmee te lokken of... Ik kan het nut daar niet van zien. Een zwart kattenkat op een blauw kussen is ook mooi. Ja, vind ik tenminste. Ja, als je het maar zien wil. Hè. Een rode kat, kijk, die ligt er dan gewoon in het mandje. Blauw mandje. In een blauw mandje. Er zijn erbij, als ik mijn tas in de gang zet, gaan ze in mijn tas zitten. Vind ik ook mooi. Geinig is dat. Kijk, normaal willen alleen maar mensen mooie dieren. Hè? Hè? Alles wat mooi is, daar kennen ze mee geuren. Hè? En ik heb ook mooie dieren, maar de mensen zien het niet. Maar ik zie wel dat ik mooie dieren heb. Zeggen de mensen wel eens tegen u dat mensen schrik? Ja, zeker. Hebben ze dat tegen me gezegd. Hè? Het wordt me nog wel eens dagelijks gezegd. Dan zeggen ze het niet zo prompt in mijn gezicht. Maar dan zo sluiks of achter mijn rug. En dan hoor ik dat wel. En dan zeg ik... Wat hoort u dan? Hè? Dan zeg je, nou, die vrouw is toch niet wijs? Die heeft 40 katten. Die is toch niet toerekensvatbaar? Hè? Die hoort in een inrichting thuis. Hè? Nou, en 20 jaar geleden had ik daar verdriet om. Kon ik daar aan huilen. Maar nu niet meer, nu sta ik daar boven. Want ik vind het gewoon, het is misschien op me weggelegd, hè, dat ik deze dieren nu, zeker de laatste 10, 15 jaar, op me weg heb gekregen. Dat het misschien zou moeten zijn. Hm? Een soort roeping. Ja. Mijn devies is van, of het een mens is of een dier, is een van onze eerste plichten, wanneer wij daartoe zijn in staat, pijn en smarten te verlichten. Ik heb een druivenwinger gemaakt, die valt zo wat ondersteboven. Zoveel druiven dat er aan zitten, overvloed. En ik heb dat gemaakt. De mensen in de wereld, die snakken naar eten, want er wordt vreselijke honger geleden. En misschien kan u zien dat hier allemaal handjes uitgestoken worden. Die komen hieruit. Kan u dat zien? Dat zijn de bedelaars in de tropische gebieden die om eten vragen en die stikken van de honger. U ziet daar een beest. Dat zet het groot kapitaal voor. Het bedrog. En u ziet dat er een dubbeltje aan zijn arme donder geeft die de ribben door zijn lichaam heen steken, een kind. Dat kind heeft niks aan dat dubbeltje, want dat begrijpt ze niet, ze hebben enkel te honger. En dat zijn de kruimels die wij naar de ontwikkelingsbieden sturen. Kruimeltjes, net als we de mussen voeren. De 85-jarige Jan Rapies uit Gouda is zijn hele leven een zoeker geweest. Er is één materie waarin hij het helemaal gevonden heeft. Klei.
Daarvan maakt hij beelden. Ik ben ermee begonnen. Dat is nou een jaar of 15, denk ik, geleden. Toen was ik 70 jaar. Had u voor uw 70ste jaar ooit... Nooit. Ik heb geen tijd gehad ook. Ik was altijd in de weer. En was u niet ontzettend verbaasd dat u dat kon? Nou, verbaasd niet. Ik deed het, hè. Dit stelt de wereld voor, de verwarring van de mensheid. De mensen zijn alle blind geworden door het verstand waar ze in verward zijn geraakt. Maar de gevoelige mens, die hoort deze stem van de klank van de harp. Dat is de stem, de muziek van het leven. Want het leven is een dans. Wat voor kind was u? Als kind? Ja. Nou, ik was wel een dondersteen, hoor. Ja? Want er was geen huis meer me te houden. Ik zat altijd op de dijk. Weinig school gegaan, want ik had een gruwelijke hekel aan leren. Ik kon niet gebonden zijn, toen was ik nog zo jong. En toen begreep ik al die maatschappij. Als ik op school zat, dan zat ik meestal in gedachten. En dan zei de meester, hé, sterrenkijker, heb je? U bent nooit verder gekomen dan de lagere school? Nooit. Ik had een hekel aan school. Ik ben op de ambachtschool geweest, ik ben er 2 keer geweest. Dat zinde me helemaal niet. Heb je? Ik hield zo van die natuur. Dan was ik gewoon bezeten. Dus ik heb 7 jaar op een fabriek gewerkt. Kaarsenfabriek. Als die directeur van die kaarsenfabriek binnenkwam, dan deed hij de rond op die fabriek, hè. En dan riepen die bazen, kwam aan elkaar al vertellen. Dan komt de schepper, of het God was. Verstaan je? Zo angstig waren de mensen, hè. Heb ik nooit gehad. Heb ik. En dat deed mij pijn. Dat ik zo slaaf was. Heb ik. En daarom ben ik er vandaan gegaan. De mens is in vrijheid geboren. En door zijn verstand is hij slaaf geworden. Enkel door het verstandelijke leven. Door die cultuur. Als je als kind geboren wordt, dan begint het al. Hij groeit op. Hij moet naar school. Krijgt een rapport. En hij moet de beste zijn. Hè? Maar hij moet een mooi rapport hebben. Dus de strijd begint al in het kind. Hè? Maar steeds wordt dat kind niet meer ingekapseld in die cultuur, in die maatschappij. En als je bijvoorbeeld bij kinderen vraagt en je zegt en je bent aan het rennen en aan het spelen. En je vraagt aan de waarom ren je zo? Dan zegt ze, ik weet het niet. Waarom? Omdat het leven enkel vreugde is. Het is werkelijk vreugde en dat zijn we kwijt. U heeft in de handel gezeten, ja. Altijd. Ja. Waar handelde u in? Ik heb, ik kan het haast niet opnoemen, want ik heb overal in gedaan. Nou, noemt u eens wat op? Ik was Jan Pak aan alles. Want, Jan? Jan Pak alles. Ja. Ik heb in de vis gedaan. Ik heb in de fruit gedaan. Ik heb in textiel gedaan. Ik maakte de kachel helemaal aan. Begrijp je wel? Nee. Ik kon goed met die wijf opschieten. En lolletje maken, hè? En we verkochten veel. Weet je dat hij ook wel eens deed? Dan liep hij brand. En dan kwamen ze helemaal naar buiten. Oh ja, dan liep hij brand. En dan kwamen ze toch naar buiten. Dan kwamen ze allemaal. Dus u vond de handel wel leuk? Een handel? Ik had er een haat tegen. Nee. Ik haatte de handel. Ik heb het altijd tegenzien gedaan. Ik vond het niet eerlijk. Dat stel ik. Ik vond het niet eerlijk. Moet ik het zeggen? Je parasiteerde van een ander. Een ander is een armoe. Zo was je. En als ik dan thuis kwam, dan zei ik, de roverhoofdman is weer binnen. Ik heb altijd dat gevoel gehad. Dat stel ik. Wie nooit in strijd met zijn geweten,
verboden vruchten heeft gegeten, of ze niet durft aan te raken, weet ook niet hoe of ze smaken. Door al die dingen heb ik zelf kennis gekregen. Dat zijn twee mensen die stellen de ganse mensheid voor. U ziet dat de mensen in wanhoop verkeren. Wanneer die nou wij hier zien dat er die mensen hier tralies hebben en achter die tralies daar zit een mens. Dat mens is een symbool van het gevoelsleven, van de goddelijke eigenschappen die iedereen bezit. Ons intuïtie en ons gevoelsleven zit gevangen in het verstand. Want het verstand heeft de meeste klanten. Vernietig je verstand, het is de moordenaar van je leven. Is dat zo? Dat is zo. Want het verstand heeft deze cultuur gebracht en het is een puinhoop geworden. 5000 oorlogen hebben we meegemaakt in de geschiedenis. En dat komt door het denken? Dat is het. Dat komt door het dat denken? Dat komt door het denken. Enkel door het denken. Maar je niet kan ook het, toch verkeerde gevoelens niet hebben. Het zuivere denken, egocentrisch denken. Ik en nog eens ik. Wat is dat? Ik ken het volgen. Ja. Dat is het. Dit is een mens. Maar toen hij tot bewustzijn kwam, toen heeft hij begrepen dat de hersens, het denken, dat dat de oorsprong is van die ellende. En hij is uit zijn gevoel gaan leven. Hij praat anders. Hij doet anders. Hij leeft anders. Zijn hoofd heeft hij in zijn handen. Maar dat speelt geen rol meer. Dan zijn we gevoelsmensen. En we liefde van alles. Is er geen oorlog? Kan niet. Het is Jezus, hè. En hij heeft een doornen kroon op zijn hoofd. Maar er komen steeds doornen bij. Jezus die sprak, bid voor je vijanden. Bidden er nog mensen voor de Russen die christen zijn. Angst, dat volgt hun. En door de angst zijn ze ontspoord. Alle mensen. Uw ouders waren helemaal niet kerks. Helemaal niet. Hoe kwam u er dan mee in aanraking? Ja. Er kwam een man aan de deur met het boek De Zienen aan de Hof van Babel. Ik kocht dat boek voor 4,5 gulden. En toen ik dat boek gekocht had, toen ging ik daarin zitten lezen, maar ik snapte er de ballen van. Toen had ik een zuster, die ging naar de kerk. En die zei, Jan, daar moet je een Bijbel bij hebben. En toen kwam ze met die Bijbel. Ik heb in die Bijbel zitten lezen, s'avonds. Maar dan werd er gebeld. En dan ik als de mieter, duwde ik die Bijbel onder bed, want ik schaamde me dood. Voel je wel? Om in een Bijbel te gaan zitten lezen. Maar zo van lieverlee drong het dan tot me door dat er toch een beetje licht in me ging schijnen. En toen kwam er een vriend bij me aan de deur en die was apostolisch. En daar ben ik toen aan gegaan. En dat was het eerste religieuze genootschap waar ja. U kwam, hè? En apostolisch. En wat bent u nog meer geweest? En toen ben ik naar de vrijdenkers gegaan. Ja. En bij de vrijdenkers ben ik weer meer armegist geworden. Ja. En dat heb ik weer verlaten. Toen ben ik bij de Bijbelonderzoekers te landen gekomen. Ja. Bij Jehovah's Getuigen. Toen ben ik bij de Rozenkruisers te landen gekomen. O, een hoge orde die je werkelijk bewust leven. Maar ik kan niet aan de ketting leggen, vertel ik. Ik ben geen traditiemens. En toen heb ik mezelf gevonden. Toen ben ik in mezelf teruggekeerd. Want de hemel is binnen u, zegt Jezus. En die hemel, daar ben ik bezig aan die te bouwen. Dus u bent nu nergens meer bij? Nergens meer, nee.
U bent bij uzelf? Bij mezelf. Want als je in de spiegel durft te kijken, ja, dan ben je het. Er waren twee apostelen. Die stonden bij Jezus te praten. Maar Maria stond erbij. En toen zeggen ze, die Maria, die moet maar verdwijnen. Want het betaamt niet dat de vrouw deze dingen verstaat. Toen zei Jezus, nee, ik zal ze beschermen en ik zal ze maken als een levende geest, dat ze mannelijk wordt. Want indien de mens niet mannelijk en vrouwelijk is, zal die het koninkrijk nooit beërven. Want een vrouw, kijk u in de kerken, als een vrouw in een kerk komt, dan zitten er 70% vrouwen en 30% mannen. Omdat de vrouw veel ontvankelijker is, die is veel eerlijker, die is veel bewuster. Een vrouw heeft gevoel, die heeft die kinderen voortgebracht. Daar zit de liefde. Een vrouw begrijpt de mens, maar een man niet. Een man is altijd aan knokken, altijd aan vechten. En altijd aan het oorlog voeren, verstaat u? Maar niet een vrouw. Nou bedoel ik niet een vrouw die nu aan bewind is, zoals in Engeland en zo. Dat is voor u eigenlijk net een man? Dat is net een man. Dat is ook een vent. De emancipatie, dat vindt u goed? Heel goed, heel goed, heel goed. Waarom vindt u dat goed? Emancipatie, omdat de vrouw altijd een slavin van de man geweest is. En God houdt er geen slaaf op na. Een man is een diepdenker. Hij doet hetgeen dat hij zegt. Hij bewijst het in zijn leven. En dat is zo prettig. Ik heb nooit geen gemopper. Als ik iets vraag, het is altijd goed. Het universum is een grote bal, een groot rad. Een groot rad moet je voorstellen. Denkbeeldig, hè? Het is een symbool. En dat rad, dat wil zeggen het rad van geboorte en dood. Dat is geboren worden en weer sterven. Die wachten op geboorte. Die klimmen weer naar boven en je ziet, ze zijn gebonden aan het rad van geboorte en dood. U gelooft dus in reïncarnatie? Helemaal. Want stel u voor dat u ene keer zou leven en u hebt niet bereikt waarvoor u mens bent, dan zou het toch een vreselijke God wezen om je te straffen. Maar God straft niet, hoor. Het is enkel liefde. De grootste boef. Die op haar zeer Hitler zelf krijgt nog de kans om zich te herstellen. Hoe dan? Hoe dan? Hij zal weer reïncarneren, maar dan komen dezelfde eigenschappen terug. En die zal hij toch al moeten leren, al doet het een miljoen jaar. Maar we worden allemaal gelukkig. Allemaal. Als Jezus zegt, staat op uit de dood en wordt Christus over uw lichten, de dood is een onwetendheid. Dat is de dood. En daar moeten we het opstaan. Verstaat u? En dat is die opstanding. Een nieuw mens worden. Een mens worden uit gevoel. Uit gevoel leven. En als je uit je gevoel leeft, dan is er geen diks aan de hand. Dan ben je goed voor alle mensen. Doet u dat? Leeft u uit uw gevoel? Helemaal uit het gevoel. Ik eet en ik drink en ik ben vrolijk. Ik dans ook veel. Hoe danst u dan? Zet u een plaatje op of is het een ander soort dansen? Yes, muziek. Man, wat is nog mooier als een dans en zingen? Dat is het leven. In de Zij huiskamer? Ze hebben van leven een doofpot gemaakt. Er is geen vreugde meer, echt niet. En wat zegt uw vrouw als u daar staat te dansen? Die moet erom lachen. Dan zegt ze, hij is weer bezig hoor, ik ben altijd vrolijk. Ik heb altijd een smoesje, een bak, ik ben altijd bezig. Hij wil, maak van het leven toch een feest. Leef nu. Nu is het leven. Bent u bang om dood te gaan? Ik helemaal niet. We hebben zo druk gezegd tegen elkaar. We moesten maar gaan slapen en niet meer wakker worden. Dan ben je wel sap. Mag ik er iets op zetten? Ja? Ik ben niet bang om dood te gaan, maar ik blijf toch liever leven. Ja. Ik vind het nou niet zo lollig om dood te gaan. Ik heb nog zoveel te doen.
was een begrafenis op een boer, klein boerdorpje, zeer afgelegen. En die keken niet zo krap en ze hadden niet veel geld. En er moest er een begraven worden. Ze besloten, de kistenmaker had een kist gemaakt. En wat bleek, die was 30 centimeter te kort. Nou, zegt de dominee, hij zegt, we hebben toch geen centen. Hij zegt, laat me dan maar een paar gaten in de kist maken en dan steken we zijn voeten door. Hè? Want hij moet toch begraven worden. Hè? En kou hebt hij niet. Het is natuurlijk een grap. Hè? Want als je nou die kist open doet, kijk, want de mensen die zeggen altijd, als iemand sterft is hij dood. Hè? Maar er is niks van aan hoor. Want hier zit hij lachende in de kist, ziet u wel. Omdat hij naar het andere rijk, zo naar de rustplaats gaat. Hier hebben, ziet u wel? Dag, tot ziens. Zie wel, want we komen terug. Niet dat we elkaar herkennen, want je komt steeds in een ander lichaam terug. Maar het gevoel, dat trekt elkaar aan. Zoals ik nu mijn vrouw ontmoet heb, toen ik ze voor het eerst zag, hè? Toen schrok ik. Herkenning. Verstaat u? Want u bent misschien al, als een goed huwelijk is, ben u misschien al 100 of 1000 keer met die vrouw getrouwd geweest. Hoeveel van die beelden heeft u verkocht? Verkocht? Heel weinig. Enkele. Want ik verkoop nooit. Want het is niet van mij. Ik heb het voor het leven gemaakt. Verstaat u? Dus de mensen kunnen het niet kopen? Nee, ik verkoop het niet. Waarom verkoopt u het niet? Omdat ik aan dat geld niks heb. Ik maak geen jacht naar geld. Ik heb toch alles? Ik ben schatrijk. Je weet toch wat ik nog meer heb? Wat heeft u dan allemaal? Dat is alles wat ik aan heb. Verder niet. Ik wil geen, ik heb geen behoefte eraan. Want door de welvaart komt de geest, de armoede van de geest. Ik word alles vergeten. Heb je? Voelt u zich een kunstenaar? Ik niet. Mijn handen hebben dat gemaakt. Want ik kan zelf niet geloven dat ik het gemaakt heb. Ze zeggen natuurlijk wel eens tegen u dat u een kunstenaar bent, hè? Ja, maar dat interesseert me geen cent. En eer kan je nog niet op je hand leggen. Wat heb je erom? Een eer? Die heb er niks aan. Vertel je wel. Ik wil niet geëerd zijn. Want ik ben een doodgeloven jongen. Ik ben een arme sodemieter. En wat ik doe, dat doe ik met liefde. Want het is niet van mij. Ik heb het mogen maken. Bent u er niet trots op, toch? Ik er niet. Niet? Nou, trots. Ik zou trots zijn. Kijk, ik zeg wel dat ik er niks op geef. Maar in je binnenste, begrijp je wel, ben je toch wel een beetje groots erop. Begrijp je? Dat wel. Ik ben blij dat het de mensen tot bewustzijn komen. Dat is mijn enigste hoop. En al komen er maar 2 uit, vertel ik, dan ben ik al tevreden. Maar allemaal worden we gelukkig helemaal. Dat is de zin van het leven. Maar het duurt een beetje lang. Maar het is om de mensen wakker te schudden. En dat is heel moeilijk om een slaaphandelaar makker te maken.